Rebecca! Lien! Ah, huh? Oeh, wie naast staat die Lien? Lien Brakeveld, de nummer 8 op de SPA-lijst in Gent. Bij haar debuut goed voor 1679 voorkeurstemmen en nu in de gemeenteraad. Nee, zegt ze, ik ben niet de vrouw in het filmpje. Maar humor en seks scoren goed in een campagne, beseft ze nu. Ik heb het eigenlijk vooral ook gedaan om de mensen naar mijn website te lokken waar dat dan heel mijn programma op staat. Want ik heb heel veel zeer concrete programmapunten voor Gent. En dat is het belangrijkste eigenlijk. Heb je het ooit zelf meegemaakt wat er in het filmpje gebeurt? Nee, gelukkig niet. Bedankt, dat is de boodschap van de Partij van de Arbeid in Zelzaten. Die haalden een historische score en hebben 6 zetels in de gemeenteraad. Kandidaat Dirk Goemare bedankte aan het bedrijf waar hij 18 jaar geleden ontslagen werd. Hij kreeg 75.000 euro ontslagpremie en wist meteen wat hij moest doen met het geld. Ja. Die heb ik integraal aan de Partij van de Arbeid gegeven. Hè, nu ben ik heel blij dat we verkozen zijn met 6 zetels hier in Zelzaten. En op die manier gaan we nog veel meer kunnen doen terug voor de arbeiders. Toen we aan het stembureau stonden, zo heel wat 10-jarigen die langskwamen. Die wouden allemaal per se meekomen, maar niemand durfde wat te zeggen. VTM's supernanny Wendy Bosman stond op de lijst bij de ChristenDemocraten in het Limburgse Meeuwig-Ruitrode. 1365 mensen vonden dat zij na de onhandelbare kinderen nu voor meer orde in de politiek moet zorgen. Het was erop of eronder. Uiteindelijk, mensen kennen mij van televisie en ik denk dat ik ook heel wat voorstanders had, maar ook zeker wat tegenstanders. En wie het overwicht ging halen, dat was toch wel even afwachten. Stijn Tant is in juni 18 geworden en wordt binnenkort wellicht de jongste schepen van het land in het West-Vlaamse Wevelgem. Studeren combineren met debatteren. Zelf wil ik maar al te graag schepen worden. En mijn domein zijn dan ook sport en cultuur en vooral ook jeugd. Slecht nieuws voor Wim Tattoo. Zijn in manslijst Elvis heeft het in Aarschot niet gehaald. In Elvis-kostuum ging hij gisteren nog stemmen, maar dat heeft niet geholpen. Elvis leeft, zegt hij, maar zijn politieke carrière is begraven. Voilà, return to sender, zou ik zeggen.